Goedemorgen allemaal. Welkom bij deze zondag online dienst. Super gaaf dat je kijkt. Ik wil je vragen om mee te doen. We gaan God groot maken deze ochtend. This is Alive. Come on. Sta op waar je ook bent en doe gezellig mee. Come on. I was lost with a broken heart. He picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again. Forever saved in the Savior's hands. And you are more than my words could say. I'll follow you, Lord, for all my days. Fix my eyes, follow in your ways. Forever free in an ending grace. Too high. Is het weer mooi om met elkaar vandaag samen God te eren, God te loven. En de afgelopen zondag was echt een super dag, want we hebben samen met elkaar Pinksterfeest gevierd en het was zo heerlijk. En vandaag is weer een nieuwe dag die de Heer aan ons gegeven heeft. En de Heer heeft ons een nieuw dag gegeven en we zijn zo dankbaar, we zijn zo blij. En we zullen ons ook in deze dag ons verheugen. Het is 7 juni en welkom. Fijn dat je meekijkt en fijn dat je ook als een kind van God bereid bent om ook Gods woord, Gods zeg maar voeding ook binnen te krijgen. Wat leuk. En niet alleen kijken aan deze live, zeg maar deze online dienst,
bel iemand op en stuur de link naar iemand, zodat ze ook mee gaan kijken. En één ding wil ik ook zeggen, het is zo fijn als je ook gaat abonneren op onze YouTube-kanaal, zodat ook veel andere mensen deze boodschap kunnen van genieten. Nogmaals, wat gaaf dat je kijkt. Zullen wij samen in gebed gaan? Vader, dank u wel voor deze boodschap. Dank u wel voor deze dag. Dank u voor alles wat je doet in ons leven. En we prijzen uw machtige naam, Heer. Gaat hier ook gaan, ook Vader, in deze boodschap, dat het ook zal komen hier naar ons toe in alle duidelijkheid en begrip, dat ons leven ook verder veranderd zal worden. We prijzen uw machtige naam in Jezus' naam. Amen. Amen. Vandaag is week nummer 4 in de serie Jezus is. En vorige keer hadden we gehad over Jezus is de Heilige Geest. Nou, op de eerste week hadden we gehad over Jezus is God met ons. Tweede week, Jezus is ons mijn geneesheer. En dat was een mooie boodschap door Pastor Sofien. En afgelopen zondag hadden we gehad over de Heilige Geest. Hoe krachtig is dat, de Heilige Geest? En vandaag willen we hebben over Jezus is mijn gerechtigheid. En nogmaals, voordat ik verder in deze boodschap verder in ga duiken, wil ik ons nogmaals herinneren de doelstelling van deze prediking. Ik heb gezegd dat je beeld, wat je hebt over iemand, zal bepalend hoe je ook omgaat met de persoon. Zal bepalend hoe je relatie ook met de persoon zal gaan. Als je een weinig beeld krijgt of een verkeerde beeld krijgt over iemand, dan gaat ook dat je relatie met de persoon beïnvloeden. Okay? En ons verkeerde beeld over Jezus of een weinig beeld over Jezus zal ook onze relatie met hem gaan bepalen of beperken. En dat is de reden waarom we een aantal eigenschappen van Jezus Christus ook aan ons gaan toelichten, uitleggen hoe is het, zodat we weten werkelijk wie we zijn. Dus door deze prediking ga je ontdekken wie Jezus is en wat Jezus ook vandaag de dag voor u, voor mij kan doen. Of wat hij al reeds gedaan heeft, hoeft alleen maar in bezit te nemen. Dus onthoud dat, lieve mensen, dat is het doelstelling van deze prediking. En dus vandaag gaan we hebben over Jezus is mijn gerechtigheid. De gerechtigheid van God. Hoe belangrijk is dat nou voor ons als kinderen van God? Gerechtigheid van God is een geheimenis dat vele mensen nog niet ontdekt hebben. Of veel mensen weten het eigenlijk niet precies hoe het zit. Zeker ook veel christenen weten dat niet. Ze begrijpen niet van de gerechtigheid van God. Doordat u Jezus Christus aanvaardt als je Heer en als je redder, staat u gerechtvaardigd door God. En u hebt nou toegang tot alles wat God heeft klaargemaakt voor u. Dus wat wil ik graag dat je meeneemt in deze boodschap vandaag, lieve mensen? Ik wil graag dat je jezelf gaat positioneren in gerechtigheid. Ik ga nog een keer dat zeggen. Positioneer jezelf in gerechtigheid. Dat is wat ik zo graag wil dat je meeneemt naar huis van deze boodschap of uit deze boodschap. Nou, we gaan snel in Gods woord. Romeinen 3, we lezen vanaf vers 21 en 22. Er staat, maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard. Waarvan door de wet en de profeet is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Wauw. Nou, Paulus spreekt hier en
Hij vertelt ook over de gerechtigheid van God die we ontvangen door geloof. En hij vertelt ook dat deze gerechtigheid van God is tot allen, tot iedereen beschikbaar. Ieder die gelooft, die is gerechtvaardigd. Er is geen verschil. Gerechtvaardigheid is buiten de wet. Gods gerechtvaardigheid is buiten de wet om. Dat is wat hij zegt in vers 21. Hij zegt zonder de wet. Zonder de wet. Nou, anders zouden we aan de wet, zeg maar, de eisen van de wet moeten voldoen en volmaakt moeten leven. Dus het is zonder de wet om. En de wet van de profeet getuigt, de wet en de profeten, ze getuigen ook van de gerechtigheid van God. Iedereen kan het weten. En het is alleen door het geloof in Christus Jezus dat wij gerechtvaardigd kunnen zijn. En wat zo belangrijk is in deze stuk, wat Paulus zegt, is dat dit is voor iedereen. Letterlijk iedereen. Dit is voor iedereen gewoon beschikbaar. Voor iedereen. Hij zegt, er is geen onderscheid. Er is geen onderscheid voor iedereen. Alleen moeten we wel door het geloof ontvangen. Alleen maar door het geloof in ontvangst nemen. Het is voor iedereen beschikbaar. Dus in specifiek zin, wat Paulus ons leert is dit. Hij ging ook gewoon naar het Oude Testament. In het Oude Testament, het laat ons zien dat, dat we vanuit eigen kracht onszelf niet kunnen rechtvaardigen. Het Oude Testament laat ons zien dat wij vanuit onze eigen kracht ons niet kunnen rechtvaardigen. En het Nieuwe Testament laat ons de oplossing zien. Namelijk dat wij kunnen rechtvaardig zijn alleen door geloof in Jezus Christus. En wij kunnen ook daar elke dag in gaan leven. Dus onthoud dat. Oké, onthoud dat. Ik hoop dat jullie echt dit begrijpen, lieve mensen. En God, schrijf dit op, is niet alleen liefde. Nou, we praten heel veel over liefde. God is liefde. Maar ik wil je ook laten weten, God is niet alleen liefde. Hij is ook rechtvaardig. En binnen zijn rechtvaardigheid geldt vergelding en straf. Binnen zijn rechtvaardigheid geldt vergelding en straf. Dus God zal zichzelf, zijn heiligheid, zijn reinheid verloochenen indien hij de zonde ongestraft zal laten. Want hij is gewoon rechtvaardig. En God is zo duidelijk in zijn doen. Hij is zo duidelijk ook over het loon dat de zonde brengt. En dat is dood. Dat is de dood. Okay? Nou, weet je, veel mensen, zelfs veel christenen, vooral in deze tijd waarin we leven, veel christenen denken dat God zal, weet je wel, een kleine zonde door de vinger zal laten, weet je wel, zo zien. En dat God werkelijk gewoon de kleine zonde wat ze doen, dat God zo gewoon gaat deugen en zegt van oké, weet je wel, ik zie dat niet enzovoort enzovoort. Nee, iedereen, onthoud dit, iedereen heeft gezondigd. Dat is wat de Bijbel ons leert. Als je kijkt naar het Oude Testament en je kijkt naar het Nieuwe Testament, de Bijbel is heel duidelijk. Iedereen heeft gezondigd en heeft de dood verdiend. Iedereen. We staan volledig schuldig voor God. En hij is een rechtvaardig God. En weet je, als je Romeinenbrief echt goed gaat bestuderen. Romeinenbrief laat ons weten, laat ons zien dat de oplossing die God heeft
verzorgd door in Jezus Christus om ons vrij te krijgen van de loon of het loon van de dood. Oké, okay? Het loon van zonde bedoel ik. Het loon van zonde, dat is de dood. En Romeinenbrief liet ons dat ook zien. Heb ik ook net een stukje gelezen. En als je kijkt naar de volledige mensheid, wij allemaal, wij hebben onze rug gekeerd aan God. Of we hebben God ons rug toegekeerd. En wij zijn allemaal ongehoorzaam aan God geworden. En we zijn opstandig geworden. En er is niemand. Als je kijkt ook om ons heen, er is niemand. Kijk naar jezelf. Er is niemand die goed doet. Er is niemand die goed doet. Wij hebben gewoon een natuur gekregen van de eerste Adam. En dat is de zondige natuur. En wij, kortom, ja, alles wat ik probeer nou te zeggen is, wij zijn allemaal gewoon mensen met gebreken, met zonde. En wij hebben gewoon onze rug teruggekeerd of toegekeerd aan God. Maar God wil ons niet zo laten. Hij is een vader God. Dus God, als het gaat om zijn rechtvaardigheid, zal hij eigenlijk ons voor eeuwig moeten straffen. Maar ik ben zo dankbaar. Oh, ik ben zo blij. Dat we dienen gewoon een liefdevol en genadevol God. En dat is de reden waarom ik ons ook als christenen deze boodschap wil brengen. Want als pastor zie ik zoveel mensen die rondlopen met zo'n gevoel van, oh, ik heb het God daar verpest. Ik heb hem gezonden en ik heb het daar verkeerd gedaan. En God is nou boos op mij en ik verdien helemaal niet meer om de liefde van God te aanvaarden in mijn leven. Ik verdien helemaal niet meer God te kunnen aankijken enzovoort. Nee, maar dat is iemand die niet echt de boodschap van de rechtvaardigheid van God niet begrijpt. Dat is een christen die niet begrijpt wat Jezus voor hem of voor haar heeft gedaan. En daarom is ook deze boodschap heel belangrijk. Nou, als we verder lezen in Romeinen 3, vers 9 en in vers tot met 20, het is best een lang stuk, ik ga niet alles uitlezen, gewoon vanwege de tijd. Paulus legt het ook hier uit hoe het eigenlijk zit met ons, wat ik ook net zei. Vers 9 bijvoorbeeld, hij zegt, wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. Nou, hij had het over de Joden en ons dan. Zijn we beter dan hen? Want vaak denken we ook over de Joden, oh ja, de mensen waren koppig. Of de mensen, ze luisterden niet. En God komt constant steeds hen vermanen, constant ze hem corrigeren, constant de weg wijzen en zo. En ze blijven gewoon ongehoorzaam, ze blijven gewoon koppig. Maar dan zegt Paulus hier, zijn wij dan vertreffelijker dan de mensen? Zijn we beter dan de mensen? Hij zegt, beslist niet. Wij hebben iemand zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat ze allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Zie dat? Dat heb ik net gezegd. Dit stuk heb ik zelf niet geschreven. Dus Paulus laat duidelijk zien, er is niemand die rechtvaardig is. Hier op aarde, niemand. En hij ging ook verder, hij zei, er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Zie? En allen zijn ze afgedwaald. Samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet. Er is er zelfs niet één. Tot met vers 12. Paulus zegt, er is geen niemand. En als je dit verder leest, hij gaat ook dit stuk zelfs uitbreiden. Hij praat over hoe erg het is. Je mag ook thuis
alsjeblieft, lees hem maar door thuis. Oké, schrijf het op en lees dit stukje thuis. En je zal zien wat Paulus hier bedoelt te zeggen, van dat er is absoluut niemand die rechtvaardig is. Wij waren gewoon op weg naar vernietigen, naar verderf. Maar guess what? Jezus komt en de Bijbel leert ons dat God houdt zoveel van ons en hij kiest ervoor om Jezus al die straf en al de ellende en al die dood die we eigenlijk verdienen. Al die dingen die we verdienen, heeft God op Jezus gelegd. En dan staat Paulus. Paulus zegt dit ook in vers 20 dan van hetzelfde stuk. Hij zegt in vers 20, hij zegt, daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Zie je? Dus Paulus zegt hier, daarom is niemand kan gerechtvaardigd worden door de wet. Nou, je weet wat de wet is. De wet is doen. Oh, ik ga dat doen, ik ga dit doen, ik ga dat doen, zodat ik goed voor God kan staan. Nee? Paulus zegt, door al die dingen te doen, niemand kan gerechtvaardigd worden, want in de mens zelf zitten we gewoon fout. Wij zijn gewoon een mensen die niets goed doen. En ik vind de Romeinenbrief zo'n mooi brief. Lieve mensen, want Paulus zegt het ook, als je dit stuk in hoofdstuk 7 ook gaat lezen, je zal ook zien wat Paulus zegt ook over de natuur van zonde, die hem, hij wil iets goed doen, maar helaas, hij op een andere manier, zijn natuur, zijn zondige natuur, kan dat niet. Hij kon gewoon geen goede dingen doen. Maar dan in de laatste stuk van Romeinen 7, zegt Paulus, dankzij Jezus Christus kan ik de goede dingen doen van God. Dankzij Christus. Dankzij Jezus Christus. Dus, lieve mensen, dat is de reden waarom zijn gerechtigheid, waarom wij zijn rechtvaardigheid of zijn gerechtigheid nodig hebben. Dat is de reden. Dat is de reden. Dat is de reden. Nou, soms gebruikt het woord gerechtigheid of rechtvaardigheid. Nou, beide begrippen zijn met elkaar verbonden. En in het Engels is dat gerechtigheid, kan je ook zeggen, ook in Engels, dat is ook gewoon justice. En rechtvaardigheid is ook vertaald ook in Engels soms als justice of righteousness. Maar allebei begrippen zijn ook gewoon met elkaar verbonden. Dus rechtvaardiging is een juridisch term. En je staat in je recht op grond van feiten, op grond van schuld of onschuld. Rechtvaardigheid is juist en eerlijk handelen. Ik heb gekeken naar ook gewoon een Nederlands woordenboek wat rechtvaardigheid betekent. En het betekent juist en eerlijk handelen. En dat is God. Hij handelt juist. Je hebt gezonden, oké? Het loon van de zonde is de dood. Of het loon van de zonde is straf. In zijn rechtvaardigheid, dat betekent, je krijgt gewoon straf. Of als het ware, eeuwig dood. En de dood die bedoeld in de Bijbel, is niet een fysieke dood, maar eeuwig dood. En dus, iets moet hier gebeuren. Er moet iets hier gebeuren. Volg mij alstublieft. Volg mij alstublieft op de voet, lieve mensen. Want ik probeer ook iets uit te leggen die heel moeilijk aspect, heel moeilijk onderdeel is eigenlijk van
het christendom. En veel mensen begrijpen dit niet en ze denken dat dit ook dwaasheid is. Want ik ben degene die schuldig is. Maar toch zeg ik, ik ben niet meer schuldig. En de schuld gaat naar iemand anders. It doesn't make sense. En veel christenen kunnen dit ook niet pakken. En dat is de reden waarom ik ervoor kies om dit ook aan ons duidelijk te maken vandaag. Schrijf dit op. Rechtvaardigen betekent iemand vrijspreken op grond van feiten. Dat is wat het betekent. Als we dit gaan toepassen op de relatie die we hebben met God, als mens, dan hebben we een probleem. Rechtvaardigen betekent iemand vrijspreken op grond van feiten. De relatie die we hebben met God, op grond van de feiten dat wij zondigen elke dag, kan God niet zomaar ons vrijspreken. Dan is het een probleem. En dus het feitenmateriaal, zeg maar, toont duidelijk dat wij gewoon schuldig zijn voor God. Kan ik je al zeggen dat dit is de reden waarom Jezus naar de wereld kwam? Dat is de reden. Er is een scheiding gekomen tussen God, onze schepper, onze vader, en ons. Dus Jezus moet komen om de scheiding die is in de ontstaan is, om dat dicht te maken, dat wij weer verzoend bij God zullen zijn. Om u en ik te verzoenen. En dat heeft hij heel goed gedaan. Dus God kan niet zomaar de wereld vergeven. Want hij is rechtvaardig. Hij is rechtvaardig. Dus, wat deed God? Hij liet Jezus de schuld op zich nemen en alle straf voor ons dragen. Ai. Laat dit maar bezinken, lieve mensen. Laat jouw schuld, jouw tekortkomingen, jouw verkeerde dingen, de zonde. God liet Jezus al de dingen op zich nemen om ons vrij te spreken. Wow! Geweldig is dat. I'm so excited about this. Weet je? Dat is bevrijding right there. Als je dit kan pakken, het is bevrijding right there. Hij liet al de schuld. Dus ik kan ook nu gewoon tegen u zeggen, God straf niet meer niemand. Hij straft niet. Alle straf is op Jezus gelegd. En als ik dit zeg, zeg mensen tegen mij die zo nog steeds gericht zijn op een oude manier van de religieuze mensen. Zullen zeggen, jawel hoor, prins, God straf wel. Nee, mijn God, die ik presenteer aan u, hij straft niemand meer. Alle straf is op Jezus gelegd. Je zal alleen maar terechtkomen in de straf van God, wanneer u weigert
om het volbracht werk van Christus Jezus aan te nemen. En ik sta je tegen u te zeggen dat je kan de straf ontkomen. Je kan de straf ontsnappen. Je kan zeggen van nee, de straf hoef ik helemaal niet meer. Die straf krijg ik niet. Dus ik kies voor Jezus. Op het moment dat je voor Jezus kiest, ben je vrij gesproken van alles. En ik bedoel alles wat je gedaan hebt voordat je Christus leren kennen. Al die dingen wat nu ook gebeurt in jouw leven. En wat zal ook gebeuren. Oh ja, ik voor sommige mensen denken van, oh, als dat zo is, oh, dan ga ik lekker, weet je wel. En zonder ga ik gaan lekker slecht dingen doen. Ik blijf, oh, ik ben toch vergeven. Ik ben toch vrijgesproken. Dus ik ga lekker. Nou, weet je wat? Als je zo denkt, en je bent een kind van God, ik denk om een netjes woord te gebruiken op dit moment nu, weet je wel, dan ben je niet goed bezig. Dan begrijp je nog steeds niet wat Christus voor je gedaan heeft. Zoals Paulus zegt, dan begrijp je de genade van God niet. Dan begrijp je de liefde van God niet. Nou, ik geef je gewoon een heel simpel illustratie daarvan. Ik ben getrouwd met Joy, mijn vrouw. En ik hou heel veel van haar. Nou, ik kan niet zeggen van, oké, Joy, ik hou zoveel van jou. En we houden ook je houdt ook van mij. Dus nu, omdat ik ook van je houd en we zijn getrouwd, ik ga gewoon doen wat ik wil. Nee. Als ik dat zou doen, dan is mijn liefde voor Joy is ook, heeft er gewoon een vraag, is het een, weet je wel, een vraagteken achter. Hou ik echt letterlijk, werkelijk ook voor haar? Want als ik voor haar houd, dan wil ik haar geen pijn doen. Dat wil ik niet. Ik wil haar geen pijn doen. Want op het moment dat ik haar pijn ga doen, dan is mijn liefde voor haar in, you know, it is, en dan klopt het helemaal niet meer. Dus dit is geen vrij brief, lieve mensen. Dit is juist en dat je gaat beseffen wat Christus voor je gedaan heeft. En dat je ook uit dankbaarheid elke dag je leven ook kan leiden. Elke dag opnieuw. Schrijf dit op. Gerechtigheid betekent dat wij voor God kunnen staan zonder schuld, zonder zonde, zonder veroordeling en zonder gevoelens van minderwaardigheid. Dus het betekent, je hebt gewoon een nieuwe identiteit gekregen in Christus. En God kijkt naar u. Door en Jezus' lens. Door de lens van Jezus. God kijkt naar u door Jezus' lens. Niet meer door al die dingen wat je gedaan hebt. Je gelooft in het volbracht werk van Christus Jezus. Dus God kijkt naar u door wat Jezus heeft gedaan. Dus rechtvaardigheid is eigenlijk, of rechtvaardigen is niet gebaseerd op wat u doet, op wat u niet doet, op wat u deed of wat u niet deed. Het is volledig gebaseerd op wat Jezus heeft gedaan. En daardoor heeft God u en ik, die in Jezus geloof, volledig vrij gesproken. Oh, Jezus is mijn gerechtigheid. Ik wil dit ook aan ons illustreren. Rudy, kom even naar voren. Kom even. Nou, kijk heel goed, lieve mensen. Kijk heel goed. Rudy is een kind van God. Rudy kent God. Hij is bekeerd. Hij houdt ontzettend veel van Jezus. Maar het komt wel voor dat Rudy het doel missen. Dat Rudy bepaalde dingen gaat doen die hij eigenlijk niet zou doen. Of bepaalde dingen gaan denken of zeggen die hij eigenlijk niet zou denken of zeggen. Want hij is gewoon een mens. We hebben het net gelezen. En dan, wat doet de vijand? De vijand komt en die gaat gewoon hem aanklagen. Dat is wat de vijand doet bij ons allemaal.
Hij klapt hem aan. Zie je wel? Je bent een kind van God. Hoe kan je nou zoiets doen? Zie je wel? Je houdt van God. En je hebt de genade van God gekregen. Hoe kan je nou zoiets zeggen? Zie je wel? Je bent een kind van God. En zo gaat het door. En als de vijand dat niet doet, hij gaat tegen hem fluisteren. Stop ermee. Je hoeft helemaal niet al die onzin. Stop ermee. Je bent een kind van God. Kijk naar je leven. Hij constant, hij klaagt ons aan. De Bijbel noemt hem de aanklager van de broeders. Dat doet hij nog steeds. Hij zoekt naar al die momenten waarin wanneer wij zwak zijn en hij wil ons pakken. Maar wat is zo mooi in de rechtvaardiging van God is dat terwijl de vijand gewoon Rudy bijvoorbeeld nu aan het aanklagen, wat gebeurt dan is, Jezus gaat gewoon voorstaan. En als Jezus zo voorstaat, guess what? God kijkt naar Rudy, maar God ziet Rudy niet. God ziet Jezus. Oh, halleluja. Kan je dit pakken? Oh, ik hoop dat je mij begrijpt, lieve mensen. God ziet Rudy niet meer. Ja, Rudy staat nog wel achter mij, maar God ziet hem niet meer. Maar God ziet dan Jezus. Want je vertegenwoordigt nou Jezus. Dus al die dingen wat Rudy gedaan heeft, al die dingen die Rudy zou doen, al die aanklagen, die is nou op Jezus gelegd. En guess what? Jezus heeft die straf gedragen. Hij is aan het kruis gegaan om ons vrij te zetten van alle zonden die je kan bedenken. En weet je wat Jezus zei? Je bent vrij. Je bent vrij. Dus wat gaat Rudy doen? Rudy gaat lekker genieten van zijn leven. Rudy gaat elke dag opnieuw God danken. Rudy gaat elke dag opnieuw een andere invulling geven. Want Rudy heeft nu een hele nieuwe positie. Nou, de positie die Rudy nou gekregen heeft, is niet gebaseerd op zijn kracht. Helemaal niet. Niet gebaseerd op zijn kunnen. Helemaal niet. Niet gebaseerd op wat hij wel doet en niet doet. Helemaal niet. Het is volledig gebaseerd op het volbracht werk van Christus Jezus. En want Rudy is nu in Christus Jezus. Omdat Jezus hem zo bedekt, kan de vijand hem niet meer pakken. Aanklagen, dat doet hij constant. Ik hoop dat u dit begrijpt, lieve mensen. Dat doet hij constant bij ons allemaal. Maar dus dan is ook een moment dat Rudy kan zeggen, hey, vijand, ga weg. Want Jezus heeft de prijs betaald. Jezus heeft alles voor mij betaald. En ik ben vrijgesproken. En ik mag leven. Halleluja. En dat moet Rudy elke dag gaan doen. En dankbaar. U ook. Wij allemaal. Die in Jezus geloven. En naarmate dat je gaat doen, guess what? Het verbrak werd van Christus Jezus wordt alleen maar meer en meer zichtbaar in ons. We gaan zien, hey, het is lekker, hey. Ik kan wel leven, hey. Ik kan hier mee, hey. Het is niet zo zwaar, het is niet zo moeilijk, zoals het lijkt. De liefde van Christus Jezus kan door je heen schijnen. En je kan weer genieten elke dag van je leven. Gebaseerd op wat je weet, wat je aanvaardt aan het verbranden van Christus Jezus. Ik hoop dat jullie mij begrijpen. Dank je wel, Rudy. Dank je wel. Dank je wel. Ik hoop dat u dit begrijpt. En dus door zijn plaatsvervangend offer aan te nemen, worden wij volledig bedekt met Jezus' rechtvaardigheid. Wauw. Geen aanklachten meer. Geen beschuldigingen meer. Zal grond, weet je wel, vinden in ons leven. Helemaal niet. Helemaal niet. Want wij zijn nu bedekt met zijn mantel. De mantel van gerechtigheid. De mantel van gerechtigheid. Daarom zegt Paulus ook in 2 Korinther 5 vers 21, want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem.
Jezus die absoluut geen zonde kende. God heeft hem tot zonde gemaakt. Opdat u en ik gerechtigheid van God kunnen zijn. Zouden worden. En daar zijn wij geworden. In Christus Jezus. Daar zijn wij geworden. Ten afsluiten wil ik dit zeggen. Gods gerechtigheid. Heb ik ook net gezegd. Maar ik wil voor de duidelijkheid nog herhalen. Gods gerechtigheid is niet gebaseerd op je goede werken. Het produceert wel goede werk. Gods gerechtigheid is niet gebaseerd op je goede werk, maar het produceert wel goede werken. Ik geef je een voorbeeld. Ik geef geen offers aan tiende om gerechtvaardigd te worden. Want ik ben al gerechtvaardigd. Maar mensen die gerechtvaardigd zijn, geven wel een offers en een tiende. Ik geef je een ander voorbeeld. Ik dien niet in de kerk. Ik ga niet in de kerk dienen in het team om gerechtvaardigd te worden. Mensen die wel gerechtvaardigd zijn, ze dienen wel in de kerk. Dus ik ga geen goede werk verrichten om gerechtvaardigd te worden. Gerechtvaardigde mensen produceren goede werken. En daarom is het belangrijk om een kwaliteitsbesluit te nemen om uw goede werken of uw goede daden door God te laten inspireren. Dat je het doet vanuit de kracht van Gods geest. Dat je het doet vanuit liefde voor God. Daarom is het belangrijk. Halleluja. Halleluja. Weet je, deze boodschap wil ik eindigen met deze tekst. Jesaja 32 vers 17. En daar staat, de vrucht van de gerechtigheid zal vreugde zijn. Ik zeg dat nog een keer. De vrucht van de gerechtigheid zal vrede zijn. En de uitwerking van de gerechtigheid, rust en veiligheid tot in de eeuwigheid. Schrijf het op. Gerechtigheid brengt Gods shalom. Shalom wordt meestal vertaald met vrede. Maar het omvat veel meer dan vrede. Shalom heeft ook te maken met vrede, maar ook voorspoed, rust, veiligheid, geborgenheid, gerechtigheid, blijdschap, gezondheid, welzijn, heelzijn en de bediening ook van engelen. De bediening van engelen. En wat staat daar? Gerechtigheid brengt Gods shalom. Lieve mensen. Dat is wat ik wil achterlaten vandaag. Dat is wat ik aan u wil meegeven om mee te nemen vandaag. Want mensen die gerechtvaardigd zijn, ze zullen voorspoed ervaren in het leven, rust, veiligheid. Oude dingen die ik net noemde, zullen ze ook gaan ervaren in hun leven. Dus ik zou zeggen, train jezelf. Ik herhaal, train jezelf om gerechtigheid bewust te zijn. Elke dag opnieuw. Train jezelf om gerechtigheid bewust te zijn elke dag opnieuw. Waarom?
Want Jezus heeft alles voor je gedaan. Ik zou zeggen, het is tijd voor een feest. Het is tijd. Want onze ongerechtigheid is volledig weggenomen. Het is tijd. Het is tijd. Train uzelf om gerechtigheid bewust elke dag te zijn. Want Christus, Jezus, is ons gerechtigheid. Amen. Weet je, ik wil bidden. En ik wil bidden voor twee groep mensen. Ik wil bidden voor de niet-christenen en ik wil ook bidden voor christenen. En voor de niet-christenen, ik heb afgelopen zondag ook duidelijk genoemd, wat de Heilige Geest doet in het leven van niet-christenen is, hij overtuigt ook van gerechtigheid. Dat hebben we vorige keer gelezen. Met andere woorden, hij overtuigt van, hey, je hebt Jezus nodig. Je hebt deze nieuwe positie nodig. Je hebt vernieuwing nodig. En je hebt mij gehoord. Misschien zeg je van, ja, prins, ik wil dit ook. Dan wil ik ook voor je bidden. Dan wil ik graag dat je ook je hart open doet, dat de Heilige Geest van God dat overtuiging kan doen in je hart, in je leven, dat je zo'n nieuwe positie die we net over gehad hebben, dat je dat ook mag krijgen. Je mag ook mij nazeggen, Heer Jezus, ik kom tot u. Heer Jezus, kom in mijn hart. Heer Jezus, kom in mijn leven. Vergeef mijn verkeerde dingen. Ik dank u, Heer, want mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn als ik u aanneem. En ik wil de rest van mijn leven bij u horen. Dank u, Heer, dat ik vandaag een kind van u mag zijn. Mijn leven lang. In Jezus' naam. Amen. Amen. Voor de christenen, ik wil ook voor je bidden. Elke vorm van aanklagen van de vijand, dat je beseft elke dag opnieuw dat deze is gewoon weggenomen. Ik bedoel, deze prediking in mijn voorbereiding kom ik ook een hoop dingen tegen. En ik dacht voor mezelf, eigenlijk één preek is niet genoeg om dit echt uit te leggen zoals ik graag zou willen doen. Maar ik heb mijn best gedaan om toch in één prediking aan ons duidelijk te maken wat de essentie is van wat Jezus voor ons gedaan heeft. Nou wil ik jou voor je bidden, zeker tegen al die aanklagen die komen. En dat je ook elke dag bewust van wie je bent kan worden. Elke dag. Want dat is echt waar de overwinning ligt. Als je weet wie je bent, de vijand kan je nooit en never nooit meer pakken. Vader, ik dank u wel voor mijn broer. Ik dank u wel voor mijn zus. En ik bid in de naam van Jezus. Elke vorm van aanklagen die de vijand proberen op hun leven te brengen. Waardoor ze depressief raken. Waardoor ze moedeloos raken. Waardoor ze helemaal geen kracht meer hebben om door te gaan, Heer. In u en in dit leven. Vader, ik bid in de naam van Jezus om te wijken. Nu in Jezus' naam. En dat ze elke dag opnieuw bewust gaan raken. Bewust gaan worden van uw gerechtigheid in hun leven. Take it, pak het nu in de naam van Jezus. Jezus heeft voor je gedaan. Jij bent vrijgesproken. Blijf in Jezus. En zolang je in hem blijft, je zal meer en meer van hem zien en genieten. Elke dag. Het is goed met je. Je geest, je ziel en je lichaam in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Amen, amen, amen. Wauw, het is goed met je.
Lieve broer, lieve zus, het is goed met je. God houdt van je. Je weet het, we houden ook van je. En ik wil deze uitzending afsluiten om hier gewoon te vragen om mee te bouwen. En het is een vraag. Het is een vraag. Er is absoluut geen verplichting. En wil je dat we meer en meer van deze programma gaan maken, van deze uitzending gaan doen, dan vragen we je om een gift te doen. En voor de Christmas Second City Changes familie, we weten hoe we dit doen. Onze tiende, onze offer gaan naar God toe. En nogmaals, we houden van hem en daarom doen we dat. Oké, er is absoluut geen verplichting. En als je zo dankbaar bent van wat hij voor je gedaan heeft, dan doe je dat. Oké, okay? Zij zal zeggen, bouw mee en laten we God blijven groot maken in deze tijd waarin we leven. God zegen en volgende week zondag kom ik weer terug en gaan we deze serie aanstaande zondag gaan we gewoon afronden met weer een spannend en mooie onderwerp. Een bemoedigend, inspirerende onderwerp. Ook voor u, don't miss it. In de tussentijd, Joy en ik, we houden heel veel van jullie. En alsjeblieft, blijf gezond. Oké, okay? Blijf veilig, blijf gezond. En we zien jullie binnenkort weer, oké? Okay? God bless you. Mwah. Shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. The Lord bless you. His face shine upon you and be gracious to you. Lord, turn his face toward you and give you peace. And
Jezus is.